De kinderen van kapitein Grent, deel 1 Zuid-Amerika, door Jules Verne. Hoofdstuk 1: De Balansvis. Op de 26 juli 1864, bij een sterke Noordoostenwind, manoeuvreerde een prachtig stoomjacht met volle kracht op de golven van het Noorderkanaal. De Engelse vlag wapperde aan de gaffel van de bazaansmast. Op de top van de grote mast vertoonde een blauwe standaard de letters EG, met goud geborduurd. En gedekt met een hertogskroon. Dit jacht heette de Duncan en was het eigendom van Lord Glenarvan, de een der zestien Schotse pers die zitting hebben in het Hogerhuis en het aanzienlijkste lid der Royal Thames Yacht Club, die zo beroemd is in het gehele Verenigd Koninkrijk. Lord Edward Glenarvan was aan boord met zijn jonge echtgenote Lady Helena en een zijn neven, de Major MacDabs. De Duncan, die pas van stapel gelopen was, deed een proeftocht enige mijlen buiten de golf van de Clyde en trachtte de Glasgow binnen te lopen. Reeds vertoonde het eiland Arran zich aan de gezichtseinder, toen de matroos, die op de uitkijk zat, berichtte dat hij in het sok van het jacht een verbazend grote vis bemerkte. De kapitein, John Mangles, liet terstond door Edward van die ontmoeting kennis geven. Deze klom op de campagne met de majoor McNabbs, en vroeg de kapitein wat hij van dat dier dacht. Ik geloof stellig, uw edelheid, antwoordde John Mangles, dat het een grote haai is. Een haai in deze wateren, riep de nerven. Dat is zo vreemd niet, hernam de kapitein. Die vis behoort tot een haaisoort die men in alle zeeën en op alle breedte aantreft. Het is de balansvis, ofwel hamervis, en ik zou mij zeer vergissen als wij niet met een van die filten te doen hadden. Als uw edelheid er toestaat en Lady Glenerven er niets tegen heeft om een aardige visvangst bij te wonen, zullen wij wel draad te weten komen wat er van de zaak is. Wat denkt gij ervan, mijn kneps? zei zeide Lord Glenerven tot de major. Zijt gij er voor om de kans te wagen? Zoals gij wilt, antwoordde de major heel bedaard. Bovendien, hernam John Mengels, kan men die verschrikkelijke dieren niet genoeg vervolgen. Laten wij van de gelegenheid gebruik maken. En indien uw edelheid het goed vindt, zal het tegelijk een treffend schouwspel en een goede daad zijn. Ga uw gang, maar John, zei de Lord de Nerven. Vervolgens liet hij Lady Helena er kennis van geven, die bij hem op de campagne kwam, daar zij inderdaad zeer nieuwsgierig was naar die treffende vangst. De zee was effen, men kon gemakkelijk op haar oppervlakte de snelle bewegingen van de haai volgen, die met verbazende kracht onderdook en weer te boven kwam. John Mengels gaf zijn bevelen. De matrozen wierpen een sterk touw, voorzien van een haak, met een dik stuk spek over de verschansing aan stuurbordzijde. Hoewel de haai nog op een afstand van vijftig Engelse ellen was, rook hij toch het hem aangeboden aas. Hij naderde snel het jacht. Men zag hoe hij met zijn vinnen, die aan het uiteinde grijs en van onderen zwart zijn, de golven geweldig beukte, Terwijl het aanhangsel aan zijn staart hem in een zuivere, rechte lijn deed blijven. Naarmate hij dichterbij kwam, scheen zijn grote, uitpuilende ogen door begeerlijkheid ontvlamd. En als hij zich omwendde, lieten zijn open opengesperde kaken een vierdubbele rij tanden zien. Zijn kop was breed en geleek een dubbele hamer aan een stil. John Mingles had zich niet vergist. Het was wel degelijk de verslindendste soort van het haaiengeslacht, de balanswis Engelse, de Jodenvis der Provenzalen. De passagiers en de matrozen der Duncan volgden met de grootste oplettendheid de bewegingen van de haai. Spoedig was de haak in het bereik van het dier. Het ging op de rug liggen om hem beter te kunnen grijpen, en het verbazende lokhuis verdween in zijn wijde keel. Terstond maakte het zichzelf vast door hevig aan het touw te trekken, en de matrozen heesen de monsterachtige haai op door middel van een takel die aan het uiteinde der Grote Raar was vastgemaakt. De haai worstelde hevig, toen hij zich buiten zijn natuurlijke element zag rukken, maar men wist hem tot bedaren te brengen door een touw voorzien van een lus aan zijn staart vast te maken, hetgeen zijn bewegingen verlamde. Enige ogenblikken later werd hij boven de verschansing gehaald en op het dek van het jacht gesmeten. Daar stond naderde hem een der zeelieden met de nodige voorzichtigheid, en hiel met een geduchte bijslag de verbazende staart van het dier af. De vangst was afgelopen en was niets meer van het monster te vrezen. De wraakzucht der zeelieden was bevredigd, maar hun nieuwsgierigheid niet. Het is namelijk een gebruik op de schepen om zorgvuldig de maag der haaien te onderzoeken. De matrozen, die zijn alles behalve kieskeurige vraatzucht kennen, rekenen op de een of andere verrassing en worden niet altijd in hun verwachting teleurgesteld. Lady Leneuven wilde dat bloedig onderzoek niet bijwoorden en ging weder in de bovenhut. De haai ademde nog, hij was tien voet lang en woog meer dan zeshonderd pond. Die grootte en die zwaarte zijn volstrekt niet buitengewoon, maar wordt de balansvis al niet onder de reuzen zijner soort gerekend, hij wordt toch onder de vreselijkste geteld. Weldra was de buik van de verbazende vis zonder verdere omstandigheden met bijslagen geopend. De haak was tot in de maag doorgedrongen, die men geheel ledig vond. Het was duidelijk dat het dier reeds lang gevast had en de teleurgestelde zeelieden wilden de brokken reeds in de zee werpen, toen de oplettendheid van de schipper door een lomp voorwerp getrokken werd, dat stevig in de ingewanden vast zat. Hey, — Hé, wat is dat? riep hij. — Dat, antwoordde een der matrozen, dat is een rotsbrok, die het dier ingesnikt zou hebben om zich de buik te vullen. ''Nee,'' hernam een ander, ''het is niets anders dan een stankkogel die die hij in de buik heeft gekregen, maar nog niet heeft kunnen verteren.'' ''Houdt een mond, domkoppen,'' antwoordde Tom Austin, de eerste stuurman van het jacht. ''Ziet ge dan niet dat dit dier een grote zuiplap was, en dat het, om toch niets verloren te laten gaan, niet alleen de wijn, maar ook de fles heeft gedronken?'' ''Hoe?'' riep Glen ''heeft die haai een fles in de maag?'' ''Een echte fles,'' antwoordde de schipper. Maar men kan wel zien dat ze niet pas uit een kelder komt. Haal ze er dan voorzichtig uit, Tom, hernam Lord Edward. De flessen die men in zee vindt bevatten dikwijls belangrijke bescheiden. Denk je dat? zeide de major McNabs. Ik geloof tenminste dat het soms gebeurt. Oh, ik spreek u volstrekt niet tegen, antwoordde de major. Misschien bevat zij een geheim. Dat zullen we spoedig te weten komen, zeide Glennurven. Hoe is het ermee, Tom? Daar is het, antwoordde de eerste stuurman, terwijl hij een onkenbaar voorwerp liet zien dat hij, niet zonder moeite uit de maag, van de haai gehaald had. Goed, zei de Glenervan, Laat dat morsige ding wassen en daarna in de bovenhut brengen. Tom gehoorzaamde en die fles, welke onder zulke zonderlinge omstandigheden gevonden was, werd in de algemene kamer op de tafel gezet, rondom welke Lord Glenurven, de Major McNabs, de kapitein John Mangles en Lady Helena plaatsnamen, want een vrouw is, zoals men zegt, altijd een beetje nieuwsgierig. Op zee is ieder voorval een gewichtige gebeurtenis. Er heerste een ogenblik stilte. Iedereen beschouwde het broze voorwerp. Bevatte het het geheim van de een of andere ramp? Of alleen een onbeduidend bericht door een werkeloze zeeman aan de genade der golven toevertrouwd? Men moest echter weten waar men zich te houden had. En dus ging Glenurven zonder verder draden tot het onderzoek der fles over en dan daarbij al de voorzorgen die in zulke omstandigheden gebruikelijk zijn. Men zou gezegd hebben dat hij een rechtercommissaris was, die de geringste bijzonderheden eener ernstige zaak daar gaat. Nerven had gelijk, want het schijnbaar onbeduidendste kenteken kan ons vaak op de weg eener gewichtige ontdekking brengen. Alvorens haar inwendig te onderzoeken werd de fles van buiten bezichtigd. Ze had een nauwe hals, waar haar nog een stuk ijzerdraad zat, dat reeds door de roest aangetast was. Haar zeer dikke wanden, die in drukking van verschillende dampkringen konden uitstaan, verrieden duidelijk dat zij uit champagne afkomstig was. Met die flessen slaan de wijngaardeneers uit Ailly of Epernay de poten van een stoelstuk, zonder dat er een barsje aan te zien is. Ongehinderd had deze daarom de gevaren eener lange omzwerving kunnen doorstaan. ''Een fles van het huis Clicquot?'' zeide de majoor zeer bedaard en daar hij een kenner was, berustte men zonder tegenspraak in zijn verklaring. Waarde, major, antwoordde Lady Helena, wat die fles is, komt er weinig op aan, als we niet weten van waar zij komt. Dat zal wel blijken, lieve Helena, zei de Lord Edward, en voorlopig kunnen we reeds verzekeren dat zij van verre komt. Zie maar eens naar die versteende stoffen die haar bedekken, naar die zelfstandigheden die onder de werking van het zeewater, om zo te zeggen, in delfstoffen veranderd zijn. Deze fles had reeds lang in de oceaan rondgedreven, voor ze in de buik van de haai terecht kwam. Ik zou onmogelijk een andere mening kunnen koesteren, antwoordde de major. En deze broze vaas, door haar stenen omkleed zo beschermd, heeft stellig een lange reis afgelegd. Maar van waar komt zij? vroeg Lady Glennurven. Een ogenblikje, lieve Helena, een ogenblikje. Met flessen moet men geduldig zijn. Ik zou me zeer bedriegen als deze niet zelve al onze vragen beantwoorden. En dit zeggende begon Glenurven de harde stoffen te verwijderen die de hals beschermden. Weldra kwam de kurk voor de dag, maar zeer beschadigd door het zeewater. Dat is een lelijk geval, zeide Lord Edward, want als er soms een papier in is, zal het in zeer slechte staat zijn. Dat is te vrezen, antwoordde de major. Ik voeg er nog bij, hernam Glenurven, dat deze slecht geslotene fles weldra moest zinken en dat het gelukkig is dat de haai ze ingesnikt heeft om ze ons aan boord van de Duncan te brengen. Zonder twijfel, antwoordde John Mangles. en echter zou het beter geweest zijn haar in volle zee op een bepaalde lengte en breedte op te vissen. Dan kan men, door de stromingen der lucht en de zee na te gaan, de afgelegde weg berekenen, maar met een brievenbesteller zoals deze, met die haaien die tegen wind en stroom ingaan, weet men niet meer waaraan men zich houden moet. We zullen wel zien, antwoordde Lord Edward. Op dit ogenblik haalde hij er zeer behoedzaam de kurk af en verspreidde zich een sterke zoutlucht door de hut. ''Wel nu?'' vroeg Lady Helena met echt vrouwelijk ongeduld. ''Ja,'' zei de ik, ''ik heb mij niet bedrogen, er zijn papieren in.'' ''Documenten, documenten!'' riep Lady Helena. ''Maar ze schijnen door het vocht verteerd te zijn,'' antwoordde Glenurven. ''Het is onmogelijk om ze eruit te halen, want ze kleven aan de wanden van de fles.'' Sla haar stuk, zeide McNabs. Ik zou haar liever heel houden, antwoordde de Ik ook, antwoordde de major. Zonder twijfel, zeide Lady Helena, maar de inhoud is kostbaarder dan het omhulsel, en dus moeten wij dit aangene opofferen. Als uw edelheid de halsen maar afslaat, zeide John Mangles, kan het geschrift eruit gehaald worden zonder het te beschadigen. Beproef het, beproef het, lieve Edward, riep Lady Helena. Er zat niets anders op en hoe ongaarde ook besloot Noord-Glenheven om de hals der kostbare fles te breken. De hamer kwam erbij te pas, want het steenachtige bekleedsel was zo hard geworden als graniet. Weldra vielen de brokken op de tafel en nu zag men verscheidene stukjes papier die aan elkaar geplakt zaten. Glenheven haalde ze er voorzichtig uit, scheiden ze van een en leiden ze voor zich neder, terwijl Lady Helena, de major en de kapitein zich om hem verdrongen. Einde van hoofdstuk 1.